Nou, maar gewoon vergeffen. Jullie winnen met 3-0 van Zuid-Korea. En jij scoort. Dit is je 8e treffer in Oranje. En wist je dat als jij scoort, jullie altijd winnen? Oh, nee, dat wist ik niet. Maar dat is mooi. Mooi feitje. Het was ook de eerste corner die jullie maakten dit toernooi. En nou valt er eigenlijk niet zo heel veel aan te merken op jullie spel, zat ik te denken. Alleen die corner lijkt nog niet lekker te lopen. Maar vandaag maken jullie er 2. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat het ook gewoon moeilijk is voor Kaya en Irene dat ze achter Palme komen natuurlijk. Die heeft altijd de corners gesleept. Nu moeten zij er opeens staan en dat duurt gewoon even. Ik denk dat ze prima sleeps hebben en je ziet het. Nu ze er een beetje inkomen, Kaya scoort gewoon een supermooie goal. Dus dat wordt wat in de kwartfinale, denk ik. Ja, jullie gaan echt met klinkende cijfers naar die kwartfinale. Jullie hebben 3 keer gewonnen, 9 keer gescoord, 0 doelpunten tegen. Ja, het lijkt nu China te worden. Zometeen, wat vind je zelf van jullie spel tot nu toe? Vandaag begonnen we een beetje slordig, weinig energie. En gelukkig konden we dat de tweede helft omzetten in een goede helft. En we moeten er, als het China wordt of wie dan ook, moeten we er gewoon volle bak tegenaan vanaf de eerste minuut. En in plaats van dat pas de tweede helft eraan doen. En ik verwacht gewoon een hele leuke wedstrijd. Ja, jullie lijken 2017 wel een beetje te domineren. Ik bedoel, jullie hebben het EK gewonnen, daarvoor nog de HWL in Brussel gewonnen. Melbourne hebben jullie gewonnen en jullie gaan nu gewoon keihard door. Waar stopt dit? Ja, ik hoop dat het niet stopt. Dus we gaan inderdaad gewoon door en eerst die kwartfinale winnen en dan hopelijk door. En ik wil het wel doorzetten naar 2018,